Yes boys, goedenavond. Ik sta hier achter mij, ziet u Maastricht. Het is vandaag matchday. De eerste mijn trip toe sinds tijden. Helaas, ik had omdat ik het heel druk heb met het jaar van KGent, ben ik vandaag even op pad. Op mijn verjaardag toevallig met mijn vriendin. Waar we samen besloten hadden om naar Maastricht te gaan. Hier achtergrond ziet u Maastricht. We gaan naar de wedstrijd. Het is nu 7:15, dus we hebben een beetje haast. Het duurt een beetje nog lang. Ik heb er zin in. Maastricht doet het goed. Os staat wat lager. Maastricht hebben het beter gedaan. Stonden we zelfs bovenaan bijna. Die gingen tot promotie aan toe knokken. Nu gaan ze ervoor om de play-offs te halen, denk ik. Vandaag moet het te doen zijn. Vandaag hebben ze een wat makkelijkere tegenstander. Dus ja, we gaan het zien. De week daarna is wat moeilijker, laat ik het zo zeggen. Het is hier ook onderhand carnaval, dus er is van alles wat te doen hier. Dus ja, we gaan het zien. We gaan naar het stadion. Welkom bij deze mijn trip toe. Later. Goed heren, we zijn er. Hierachter is het. En dan weet ik alleen niet welke ingang ik heb. Is wat je lastig. Zeg je nou? Vak A. Vak A rij 3. Ah, dit is A. Hier moeten we naar binnen. Veel volk komt er nog op af. Dus we gaan het zien. We gaan het zien. Eerste Limburgse wedstrijd. Nou, niet eerste. Ik ben ook een keer naar Roda geweest. De aartsrivaal. Maar daar heb ik nooit van gefilmd. Omdat toen Roda Feyenoord was. En ik eigenlijk bij Feyenoord ging kijken toen. En nu ben ik MVV. Omdat ik eigenlijk toch altijd sympathie heb voor de ploeg MVV. In een mooie stad Maastricht. En dan toch nog groot bekeken clubje. Dus we gaan het zien. We gaan het zien. Ik heb er zin in. Leuke ludieke actie. We hebben een beetje gekregen. Maar we gaan het drinken. En het carnaval shirt is ook al weer in zicht voor MVV dit jaar. Dus we hebben een beetje. We kunnen dadelijk wat drinken halen. Maar we zitten er klaar voor. We moeten eerlijk zeggen. De geluid staat veel te hard. Maar de sfeer, ik merk al wel.
Prinses, de Sky die hier zit erbij. Maar we willen natuurlijk hier zo'n prachtige momentje goed maken. Om samen met Peppy Graf om de Space Force League te zingen. Dus ik wil u vragen, Stadion de Geusselt, zing met Oet volle boor. Zit er
de 23e minuut op de stand 0-1 door een doelpunt van nummer 8, Rick Sluy van Den Heerik. Goed heren, de wedstrijd hier achter mij is nog bezig. Ik ben iets eerder eruit. Meer om het feit dat ik natuurlijk er nog uit moet hier. En het is aangezien dadelijk heel druk. En ja, dat wil ik toch niet. Als ik nog heel rit moet rijden, niet echt doen. Ik verwacht dat het wel 4-1 blijft. Ik zie niet echt een extra doelpuntje, zowel. Helaas, dan is het zo. A few moments later. Emotional, damn it! Ja, de sfeer was super. Voor een. Zeker voor een keukenkampioen Divisie Club. Ik merk ook wel echt dat hun een achterban hebben. Wat je niet veel bij veel clubs ziet. Dus ja, al met al een zware complimenten. Zeker in de keukenkampioen Divisie zitten toch ploegen waar wat minder sfeer is. Nou, dat heb MVV bewezen dat het niet zo is. En complimenten voor de club, voor de stad MVV. Het laat wel zien dat het een grote club is. Goed heren, wat ik zeg. Ja, we zijn niet eerder weggegaan. Dus ik weet natuurlijk niet helemaal de uitslag, maar het stond 4-1. En ik, ja, wat een sfeer was er, vuurwerk.
Ja, van alles. Het bracht wel echt sfeer. En je merkte ook gewoon dat het echt wel een hele grote fanatieke groep is. Voor een ploeg die keukenkampioendivisie speelt, waar eigenlijk heel weinig over gesproken wordt, heb ik hier wel gezien dat dit een club is die eredivisiewaardig al is. Samen met NAC, Willem II, al die grote, dat zijn toch, ja, past er wel bij het scenario. MVV, Maastricht, het speelt al jaren tweede niveau. En ja, ik heb toch wel weer gezien dat de sfeer is, dat de passie is, dat de mensen ervoor gaan en dat het echt voor die club is. Ik weet zeker dat ook een groot deel van de supporters echt puur MVV-supporters zijn. Dus mijn complimenten en voor mensen die denken van ja, het is niks, geloof me, het is een aanrader. Ga een keer bekijken, het is echt leuk. Leuke sfeer, leuk stadion, leuke groep. Wel een beetje commercieel natuurlijk van buiten, financieel niet sterk. Dus het is logisch dat er geld moet opkomen. Goed, ik ga jullie laten.